Met de ontwikkeling van deze professionele nagelfrees geeft ProNails vorm aan een geruisloze toekomst voor elektrisch veilen. Er zijn 6 belangrijke regels om te respecteren bij het gebruik van de Vision Pro 700. Gebruik enkel geschikte bits. In dit overzicht kan je zien welke bits gebruikt kunnen worden. Ongeschikte bits kunnen uw handstuk beschadigen en kunnen trillingen veroorzaken tijdens het gebruik. Gebruik ook steeds de juiste snelheid. Oefen geen druk uit tijdens het veilen van de nagels. Het is alsof je boter schept. Reinig dagelijks het handstuk. Dit doe je met het meegeleverde borsteltje. Vervang de stofzak en de filter tijdig. Het dustbaglampje op het bedieningspaneel zal aangeven wanneer de stofzak vervangen moet worden. Nadat je de filter 5 keer vervangen hebt, moet de motorbeschermingsfilter vervangen worden. Na het vervangen van de stofzak is het resetten van het toestel de laatste stap. Dit doe je door de on- of afzuigingsknop 3 seconden in te drukken. Het servicelampje geeft aan wanneer het tijd is voor een groter onderhoud van het volledige toestel. Laten we nu eens kijken hoe de Vision Pro 700 in elkaar zit. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de machine. De houders kunnen gebruikt worden om zowel je handstuk als je bits te bewaren. Het extra solide bedieningspaneel is onderverdeeld in 2 delen. Links vind je de rotatierichting en snelheid. Rechts kan je de afzuiging bedienen. Wanneer je de rotatie aanzet, zal deze automatisch starten aan 8000 toeren per minuut. Door op de knop te drukken, kan je de rotatierichting veranderen. De snelheid kan aangepast worden door de plus- en min-knoppen te gebruiken. De Vision Pro 700 gaat tot maar liefst 30.000 toeren per minuut. Er zijn ook 2 geheugenknoppen om een veelgebruikte snelheid te programmeren. Dit doe je door de knop 2 seconden in te drukken. Je zal dan een beep horen en het lampje zal aanschieten. De afzuiging kan alleen gebruikt worden wanneer de rotatie geactiveerd is. Deze zal automatisch starten op volle capaciteit. De capaciteit van de afzuiging kan je regelen met de plus- en min-knoppen. We raden aan om de afzuiging zoveel mogelijk op 100% te gebruiken. Dit zal ervoor zorgen dat jouw Vision Pro 700 langer zal meegaan. Tot slot willen we je erop wijzen dat het uitermate belangrijk is om de Vision Pro 700 voldoende en tijdig te reinigen. Raadpleeg onze reinigingsinstructies, waarin we stap voor stap uitleggen hoe je jouw Vision Pro 700 moet reinigen.